Nothing Else Matters van Metallica nemen we in deze les door. Ja, legendarisch nummer ook van deze hard rock band. Ja, een ballad. Heel rustig nummertje. Daar zitten mooie fingerpicking technieken ook bij. Eigenlijk gewoon ja, een aantal basistechnieken. Dus dat is mooi om te spelen. Verder neem ik ook even eigenlijk alle delen door. Er zitten ook een paar kleine solo stukjes bij. Die zal ik ook uitleggen, zodat je het hele nummer helemaal compleet kan spelen. De elektrische gitaarsolo, die heeft mijn collega opgenomen, Cyril. Die kan je volgen bij de Epic Guitar Solo Series. Daar wordt die helemaal uitgelegd. Dus als je ook op elektrische gitaar je wil ontwikkelen, zou ik die serie ook gaan volgen. Ja, we gaan nu starten. Veel succes in deze video. Ja, we gaan beginnen met het intro. Beginnen met de rechterhand basis. Dat is eigenlijk een basic gitaartechniek. We hebben de duim op snaar 6. De wijs houden we weer voor snaar 3. Middel voor snaar 2 en de ring op snaar 1. En wat je doet is eigenlijk een van de eerste oefeningen die je doet als je op gitaarles gaat eigenlijk. Dat is deze. Dus gewoon met de open snaar linkerhand heb je eigenlijk niet nodig. Dat wordt steeds herhaald. Ja? Dus dat is even voor de rechterhand. We gaan het eventjes doornemen. We nemen gewoon vanaf het begin door. De eerste drie maten in. Dus gewoon deze. Open snaar in. En dan krijgen we nu die 17. Tot hier zal ik hem eerst eventjes uitleggen. Dus die eerste stuk is duidelijk. Dan doen we even beginnen op de vierde maat met dat zevende vakje. Dan doen we hier weer 7. Doen we een pull-off. En die gaat dan door. Dus wat je hier doet is eigenlijk met de rechterhand. Ga je terug, loop je terug met die arpeggio. Dus nog één keer. En dan die. Door. Dan doen we die snaar 2 in 1 tegelijk met de middel en de ring. Dan 7e vakje. Dan doen we hier een triller. En dan die. En dan krijg je die. Dan gaat die daarheen. Neem even de 6e maat los door. Dus dan beginnen we die 7e vakje hebben we al staan met de ring. Dus we krijgen deze. Tegelijk. 5e vakje en dan 7. Dan krijg je een slide. En dan pak je deze erbij. Dat is de volgende maat. Dus nog één keertje. Ja, dan heb je deze. Nou, doe ik het nog één keer vanaf het begin en dan nemen we de tweede deel door. Dus deze, dus gewoon de open snaren weer. Laatste. Een slide. En die laatste is dan die tweede vak. Dan gaan we hier naartoe. Dus deze greep. Pak hem even vanaf hier op. Dan heb je de ring en de pink plaatje in het 5e vakje van snaar 3 en 2. Ja, dan nemen we dat deel eventjes door. Hier heb je een overstrekking dan. En dan een pull-off, het tweede vakje. Dat wordt hij dan. Nog één keer. Ja, dan gaan we door de volgende maat. Laten we dit staan. Dan pakken we vanaf snaar 5 en met snaar 3, 2 en 1 tegelijk. En dan pakken we een bas. Er zit ook een overstrekking in het tweede vakje. Dan schuiven we die door. Naar het derde vakje.
we dit. Dus als we dan eventjes vanaf die, ja, eigenlijk een C-akkoord, dus het derde vakje van staan 5 hebben, speel je tegelijk, alle vier. Dan krijgen we weer een tokkeltje. Nu switchen we die wijsvinger gaat naar de eerste snaar. En dan speel je een pull-off van 3. En dan doen we die weer tegelijk. Ja, dit is een lastig maatje. Dus nog één keer vanaf het begin. Dus deze tegelijk. Pull-off. En die weer tegelijk. Ja, dan gaan we door. Dan schuiven we deze door naar het vijfde vakje. En dit blijft gewoon in balans. Dus alle schuiven. Dus dan beginnen we op dat vijfde vakje. En dan krijgen we dit stukje erbij. Nog een keer vanaf die 5 en de 7. Dan krijg je hier eigenlijk een klein solootje. Dus de eerste snaar los en dan doen we een hammer-on en dan een pull-off. Tegelijk, dus met 5e vakje. Dus je doet hammer-on en dan een pull-off erbij. Kijk, met die pull-off is het echt zo. Dus niet recht optillen, maar echt eraf trekken. Dat is die. Dus dan hebben we deze. En dan gaan we. Het tweede stukje is. Dus dan speel je een pull-off op het 7e vakje van de 2e snaar naar de open snaar. En dan krijg je nog een hammer-on van de. Die op het 5e vakje. Dus als je. Zoals het heel rustig eventjes doen. Dat is die. Dit kan je ook weer los even oefenen. Het is altijd goed om even apart te nemen. En ook in verschillende tempos eigenlijk doen. Doe het maar eens heel, vaak is het heel langzaam spelen nog moeilijker dan heel snel. En dan hier die hammer-on. Die hammer-on is eigenlijk, dat moet echt een hamertje zijn. Dus dat je hem echt erop schiet vanuit je wijsvinger zo. Dat is ook moeilijk, maar echt vanuit je vingers bewegen. Ja, ik speel hem eventjes dit stukje vanaf dat we met het op de 5e snaar los. En dat we met die ringvinger en de pink in het 5e vakje van snaar 3 en 2 zitten. Dus daar gaat hij. Doorschuiven. Nu gaan we door, krijgen een losse 6. Ja, dat is het eerste deel van het intro. Ja, even kijken wat ik nog even vergeten ben bij die. Dus als je doorgaat, heb je hier dus die flageoletten. Met flageoletten doe je op de 12e. Als je dit nog nooit gedaan hebt, flageoletten spelen, je legt eigenlijk gewoon je vinger op de snaar. Dus je drukt, zet geen kracht. Laat hem gewoon toevallig erop liggen. En dan krijg je dus die boventonen komen eruit. Flageoletten. En dat is precies boven de fret leggen je vinger. Als je hem hier... Klinkt hij ook, dan klinken ze minder door. Echt precies erboven. Dan komen ze mooi. En ik zou, qua logica, zou ik dat met de ringvinger doen. Dan zit je met, anders zit je hier. Als je weer terug gaat naar de positie, dan zit je vaak ook gelijk weer goed. Dus ik zal nog één keer laten zien. Dan krijg je deze. En dan is het gewoon weer die open snaring. Ja, ik doe nog één keer dat intro vanaf dat 7e vakje. Volume. Dan gaan we door naar het tweede deel van het intro. Ja, dan gaan we door met het tweede deel van het intro.
Dan gaan we ook naar E mineur. Dan pakken we E mineur met een barré in de zevende positie. En daarna krijgen we een D-akkoord. En dan een C. We willen alles in barré. 3, 4 en 1. Dus wat je dan krijgt is E mineur. Eerste maat. 4, 5, 6. En dan 1, 2, 3, 1. Dus E mineur en D en C, dat is de basis. En dat doen we wel met een rechterhand tokkeltje erbij. Nou, vanaf het begin eventjes. Dus krijgen we deze. Dus doe dat met de duim. Dus naar 6. En 5 en 4. De wijs pakt ze naar 3. En je doet ze naar 2 en 1 tegelijk. Dat is hem. Dus nog een keer. Dan gaan we door naar die D. Dus dan doe je ook weer wel twee tegelijk, alleen nu de wijs in de middel. Twee keer met de duim. En dan schuiven we door naar C. Ja, dan krijg je deze aanslag en dan gaat hij weer opnieuw. En dan gaan we weer naar die E mineur. Hier zit dan een kleine variatie in. Dus we doen wel met deze beginnen met snaar 6. En dan doen we snaar 5. Maar dan pak je één keer snaar 3 tussendoor. Dus doe je. Dus hier zit net een kleine variatie bij. Dus nog één keer heel rustig. En dan die tegelijk. Dan gaan we weer naar de D. Dan zit daar ook een variatie bij. Dus dan doe je die met de ring erbij. Dat doe je ook met die C dan. Dat is die. En nu gaan we naar G-akkoord. Hele barré ook. En dan hou je ook die nieuwe aanslagtechniek erbij. Dus dan doen we snaar 6. En dan heb je hier ook weer met de duim en de ring erbij. En dan gaan we naar B7. En dan ben je weer terug. Ja, dan ben je helemaal rond. En dan gaan we naar het first toe. Ja, dus nog één keer rustig tempo. En die E mineur. Wat nog één klein dingetje is om op te letten, is zeg maar dat je die zesde snaar dempt als je naar de D gaat. Dus dat die niet meeklinkt, anders krijg je dit. Dus dat stoort een beetje eigenlijk. Dus dan kan je doen door een beetje. Dus dan leg je eigenlijk hier met je duim en demp je die zesde snaar. Ja, dat zijn de twee delen van het intro. Dan gaan we naar het verse van het nummer. Qua structuur is die, qua akkoorden is die eigenlijk hetzelfde als het tweede deel van het intro. Maar je speelt dan, dit spelen we meer met open akkoorden erbij. Maar het schema is hetzelfde dus. Zo gaat hij helemaal rond. Ja, heel mooi stukje. Ook met die fingerpicking erbij. Ja, we nemen het eventjes per twee maten neem ik het door. Dus de structuur is eigenlijk E mineur DC. En er zitten wel wat toevoegingen bij. Maar dat nemen we even als basis door. Als basis zou ik die pink
Om goed uit te komen qua vingerzetting, hou je de pink op het derde vakje van snaar 1 als structuur. En de ringvinger gebruik je voor het derde vakje van snaar 2. En dan heb je zeg maar de middel en de wijs vrij om de basnoten te spelen van de vijfde en de zesde snaar. Dat is even belangrijk als je deze, eigenlijk de structuur van dit G-akkoord bijvoorbeeld aanhoudt. Dat is eigenlijk het, als je dit goed hebt, dan is die goed te doen om te spelen. Ja, doen we de eerste twee maten, zal ik even doornemen. Dus we beginnen zo. Derde vakje van snaar 1 kan je al klaarzetten. En nu krijg je de losse. Dat is het eerste stukje. Dat is qua ritme nog tricky. Dus krijg je... Ja, dus de eerste maat nog een keer. Dat is die. Tweede maat. En die erbij. Dus de tweede maat krijg je deze. Dus eigenlijk de D als basis. En dan krijg je hier. Dus die pink en die ring erbij. Nu plaatsen we deze bij. Dan gaan we naar de C. Eigenlijk C op 9 is dit officieel. Dan is de eerste snaar los. En dan krijgen we dat basloopje. Wat ook heel herkenbaar is bij dat verse. En dan gaat hij door. Dus nog één keer de eerste en de tweede maat naar elkaar. De pink zetten we klaar. Enkel in een heel rustig tempo. Dan gaan we naar maat 3. Dan beginnen we eigenlijk weer dezelfde. En nu gaan we naar D akkoord. Nu maken we die switch weer, die ringvinger laten we staan. Dus middel. Pak je het derde vakje van snaar 5. En dan komt ook weer die basloop erbij. En dan ga je weer terug. Ja, dus het tweede systeempje, dus de derde en de vierde maat, doen we even. D. C had 9 en die basloop. Dan gaan we naar het derde systeem. Ook weer D. En dan weer met die pink en de ring. Laten we die staan. Hebben we deze. Dus het derde systeempje. D-akkoord. En dan deze zetten we erbij. En dan houden we met de C ook aan. Ja, dat is het derde systeem. Zo is het even rustig geanalyseerd. Kijk, je begint steeds vooraf met deze. Die gaat steeds door. Dus die kan je ook weer even apart trainen. Dat is eigenlijk als je die al strak hebt lopen. Dan is het ook voor het overzicht handig om dat voor elkaar te hebben. Ik neem alle drie de systeempjes nog één keer heel rustig door. En dan gaan we naar de afsluiting. Want dan gaan we naar een G, B7 en E mineur. Ik zal hem nog één keertje laten horen, helemaal compleet. Ja, dat is het first part. Doen we even het outro. Het is eigenlijk een beetje een klein stukje van het intro. En het wordt steeds herhaald. En dan met een fade-out weggedraaid op het nummer, in het nummer. Dan gaat hij vanaf het begin eventjes. Thank you.
steeds opnieuw. Dat is het outro nog. Ik heb nog een extra video hebben we toegevoegd. Met het refrein en de interlude. Dat is niet echt een fingerpicking gedeelte. Maar om het compleet het nummer helemaal compleet te maken. Leg ik dat ook nog even uit. Die video zit onder deze video in de tekst toegevoegd. Dus dan hebben we nog even de strumming part van het refrein zit erbij. En die interlude. Dit gedeelte. Dus dan heb je hem helemaal compleet om mee te spelen. En die elektrische gitaar solo zit dus bij de Epic Guitar Solos series van mijn collega Cyril Whistler. Ja, veel succes met deze delen om in te studeren. En ik zie je weer in de volgende video.